De ICT-associatie Suriname heeft voor de tweede keer dit jaar een ICT-event, cyber-event georganiseerd. Dit event vond plaats op 7 februari in de ballroom van Hotel Torarica. Diana Berggraaf, voorzitter van de ICT-associatie Suriname, zegt dat dit event wordt georganiseerd omdat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de economische ontwikkeling en de stijging van cyberafhankelijkheid in Suriname. In de ICT-associatie Suriname zijn organisaties verenigd die ICT als een core business hebben en als oplossing zien voor een duurzame diversificatie van onze economie. Berggraaf geeft aan dat het doel van het Cyber ICT Event is de bewustwording op globaal, regionaal en lokaal perspectief te creëren en een actieplan hieromtrent te maken. Er moet bewustwording komen over de stijging van cyberafhankelijkheid en de gerelateerde risico's van cyberaanvallen en verstoring van de kritieke infrastructuur, zegt Berggraaf. Given the increasing digital interconnection and the low societal awareness of cybersecurity, the Caribbean and Suriname need an immediate action plan too. 1. Close the growing gap with other areas of the world in their exploitation of economic opportunities. 2. Prevent large economic damages. 3. Prevent widespread disruption due to outage of critical infrastructure. The structure of the program is based on the following IT domains and industries: governance, applications, infrastructure, education, finance and telecom. Tijdens het seminar ging het aanwezige panel in op vragen vanuit het publiek. Dit panel bestond uit Brian Renten, voorzitter VSB, Jennifer Simons-Geerlings, voorzitter DNA, en Vincent Ramautar-Singh, voorzitter VES. Simons gaf tijdens haar presentatie aan waarom de implementatie van een cybersecurity actieplan belangrijk is voor het parlement. Ik geloof dat veel leidinggevenden in de overheid zich onvoldoende bewust zijn van wat ICT voor hun ministerie, voor de overheid, zou kunnen betekenen in het werk en in de relatie met de burgers. Die ICT en vooral die connectivity heeft een heleboel opties en mogelijkheden, maar ook enorme risico's. De risico's zijn soms extern en soms inherent aan de technologie. En je moet een plan hebben waarin cybersecurity is verwerkt. En ik denk dat we nog geen officieel plan hebben in het land. Dus dat is ook een van de zaken. DNA kijkt ook naar wetgeving. En we hebben wat wetten goedgekeurd om in elk geval wat van die ontwikkeling te accommoderen. Maar Suriname is nog echt niet op het punt dat we een officieel plan hebben voor niet alleen cybersecurity, maar in algemeen ICT. DNA-voorzitter Jenner Simons-Geerlings. Zij was een van de panelleden bij het Cyber ICT Seminar georganiseerd door de ICT-associatie Suriname. Het seminar had onder andere als doel een actieplan te formuleren voor cybersecurity.